Dokter Theo Gijsels is sinds begin dit jaar op pensioen. Net als verschillende andere collega's in de Ninove regio. Wij gingen bij hem langs voor een boeiend gesprek. Uiteraard over zijn ervaringen van de afgelopen 45 jaar. Wij peilden ook naar hoe hij de huisartsenpraktijk ziet evolueren. Er is ook op al die jaren tijd, dat hebt u zelf kunnen vaststellen, heel veel veranderd qua ziektebeelden. Men spreekt van de moderne beschavingsziekten. Klopt dat ook wel? Dat klopt ook. Obesitas is daar zeker één van. Met daaraan verbonden natuurlijk de verhoogde frequentie van diabetes. Onvermijdelijk, wanneer je te langdurig overgewicht hebt. Met daaraan verbonden ook andere problemen, vasculaire problemen, ja, cardiaal, cerebraal en dergelijke. Dat is een van de voorbeelden. Zuivere, zware cardiale incidenten, zoals massieve infarcten, daarentegen heb ik de indruk dat we ze minder zien. Dat is waarschijnlijk door betere preventie. Mensen letten beter op wat dieet. Er wordt zeker veel minder gerookt. Dat zijn dus risicofactoren in verband daarmee. Anderzijds, wat zeer zeker ook toegenomen is ten overstaan van vroeger, zijn de allergieën. In verband met de luchtvervuiling, weet ik veel. Ja. En in ieder geval gekoppeld aan dus die allergieën, ook chronische luchtwegenproblemen, hè. Chronisch obstructieve bronchitis, COPD, astma en dergelijke. Dat neemt toe en zwaardere astma-aanvallen dan vroeger. Ja. Mensen zijn ook patiënten, cliënten, zijn ook veel mondiger geworden, zoeken heel vaak ook zelf al via dokter Google allerlei ziektebeelden op. Ja, hoe staat u daar tegenover? Ja, ik sta daar eigenlijk zeer sceptisch tegenover. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld, als ik een juridische tekst moet lezen van een verslag van een advocaat of van een notaris, ja, dan kan ik dan wel lezen, dan begrijp ik daar zinnen in, maar daar kan ik daar niet altijd of meestal niet de juiste ware toedracht aan toekennen. En ik denk dat dat met medische verslagen en medische gegevens juist hetzelfde is. Ten eerste, het vergt een basiskennis, het vergt een kennis van het vakjargon, het vergt ervaring. Geneeskunde is een kunde. Dat wil zeggen, het is geen wiskunde. Dat is ook een kunde, maar dat is anders. Dat is volledig abstract. 2 en 2 is altijd 4. Geneeskunde is dat zo niet. Geneeskunde is het zo, als je dat en dat en dat, dan is het waarschijnlijk dat je dit of dit of dit, maar, enzovoort. Dat maakt juist geneeskunde zo moeilijk. Ik denk niet dat je dat door een patiënt op zijn internet kunt laten oplossen. Ik denk eerder dat dat vaak een omgekeerd effect heeft en de mensen nutteloos meer ongerust maakt. Mensen zoeken soms ook wel vaker hun toevlucht tot alternatieve geneeswijzen. Is de scepties daar ook even groot? De scepties is daar ook zeker even groot. Ik zou me zeer goed kunnen inschrijven en hebben in de scepticsgroep van professor Weilen, professor Betts, met zijn experimenten op het UZ in Gent, waarbij dat hij aan een aantal deelnemers, allemaal wetenschappers, een verdunde hoeveelheid, homeopathisch verdunde hoeveelheid arsenicum liet drinken en geen een is er ziek geworden. Ik geloof daar totaal niet in die alternatieve geneeswijzen en homeopathie en dergelijke. Maar ik moet daar toch één grote bedenking bij maken. Wanneer dat een patiënt na controle blijkt voor ons geen fysische aandoening te hebben, en dat we dus moeten besluiten dat het eigenlijk om psychosomatiek gaat. En als die patiënt dan tevreden is met zijn rood of zijn wit pilleken, ja, dan is dat voor mij goed, hè. Als hij daarmee geholpen is en is daar content mee, zal ik daar niet tegen ingaan. Het placebo-effect. Maar het mag natuurlijk geen schadelijke, mogen natuurlijk geen schadelijke dingen of behandelingen zijn. Ja. Vroeger gingen mensen naar Lourdes en nu nemen ze kruiden.
dat is inderdaad zo. Alhoewel dat die hype van homeopathie, vind ik toch wel voor een groot deel weggeëpt is. Evenals de hype van de acupunctuur, waar dat ik dan nog meer in geloofde. Hè? Waar dat ik toch een klein beetje kon geloven of accepteren. Ja. Maar ook, zoals voor veel dingen, te pas en te onpas gebruikt. Hm? Maar globaal gezien, dat mag dat niet op dezelfde hoogte stellen. Op die pakweg iets meer dan 45 jaar huisartsenpraktijk heb je wellicht ook nogal wat patiënten zien overlijden. Ja, dat is de loop van de zaken. Hè. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, je wordt daar natuurlijk op de lange duur een beetje aan gewoon. Hè. Maar het belangrijkste is dat je de meeste van die overlijdens ziet aankomen. En dan is het belangrijk ook dat je de familie daarvan goed op de hoogte stelt. En dan, als je die gelegenheid hebt om dat allemaal te doen, ja, dan gaat dat over het algemeen vrij vlot over. Er zijn natuurlijk altijd gevallen waar dat je totaal verrast bent, die je niet verwacht hebt, en waarbij dat je dan soms ja, zelf in vraag stelt. Hè. Heb ik hier niks over het hoofd gezien? Heb ik hier niks verkeerd gedaan? Ja, en dan kan dat soms wel een paar dagen, en soms langer dan een paar dagen, rondspoken in je hoofd. Maar uiteindelijk, ja, moet je toch verder, hè, want je moet die andere patiënten nog helpen. Ja. Je doet het altijd ter goeder trouw of ten beste. Hè. Ja. Ja, want het is belangrijk wellicht dat je de emoties kunt scheiden van ja, de praktijk als huisarts. Hè. Uiteraard, je mag medeleven hebben met de patiënt, maar je mag er zelf niet aan ten onder gaan. Hè. Wat daarbij belangrijk is, en dat sluit een beetje aan met het vorige dat ik gezegd heb, dat is zo, altijd zo open mogelijk zijn met de patiënt, zoveel mogelijk de exacte waarheid te vertellen, voor zover dat je ze zelf weet. Hè. Dat is iets wat denk ik op langere termijn voor een huisarts belangrijk is, want huisartsgeneeskunde begeleiden van een patiënt is iets op lange termijn. Dus korte termijnvisie, dat is verkeerd op dat moment. Of wat dat betreft. Er is ooit een tijd geweest dat men de waarheid wat verbloemde. Ja. Maar de andere aanpak is van, mensen hebben recht op de waarheid en dus je moet ze in de mate ze dat aankunnen, zoveel als mogelijk zeggen waar ze aan toe zijn. Dat is juist en dat is wat ik altijd al gedaan heb, van in het begin van de praktijk. Het heeft waarschijnlijk ook een klein beetje met je opleiding te zien en van welke universiteit en zo dat je komt. Maar dat heb ik altijd proberen te doen. Dat botst soms ook wel op moeilijkheden. Hè? Met bepaalde familieleden die bijvoorbeeld niet willen dat je de waarheid zegt. Of dat alle gegevens prijsgeeft. Langs de andere kant, als een patiënt zelf zegt, ik wil dat niet weten. Hè? Ja, dan doe je het ook niet. Maar normaal gezien zijn we daar altijd volledig open in geweest. Klassieke vraag is natuurlijk ook, er zijn ook in al die jaren nogal wat anekdotes die je hebt kunnen onthouden, zonder in de privé van de mensen te duiken, maar zijn er zo'n aantal zaken die je altijd zullen bijblijven? Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld ook de eerste patiënt. Ja, ik zal u een incidentje vertellen over het heel vroege begin van mijn praktijk. Ik deed een vervanging bij een op dat moment al wat oudere collega. En dus we spreken over 74, 75. En in die periode hadden de oudere collega's nogal de gewoonte om magistrale voorschriften te maken. En goed, ik kom bij ook weer al iets wat oudere patiënt, zeer braaf manneken. En ik moest daar dus een vernieuwing van zijn astma-medicatie voorschrijven. Nu, dat is een medicatie die in die periode doorgaans onder vorm van suppo's voorgeschreven werd. Ik maak hem dat voorschrift. En dan, 14 dagen later, zie ik hem terug en zegt hem tegen mij, jongen, meneer de dokter, die medicamenten van dokter Verstichelen worden toch veel gemakkelijker voor je op te steken.
ah, ja, laat me dat eens zien dan, die dingen. En wat bleek? Ja, de apotheker had in de plaats van suppositoires gelullen gemaakt. Ik had dus waarschijnlijk in mijn voorschrift onvoorzichtig geweest en niet goed geformuleerd dat het moest de suppositoires liggen. En hij had dus gelijk dat dat veel moeilijker aan te brengen was. Nog een ander klein anekdootje is het volgende. Ik ben begonnen met de praktijk op de Steeg van Aalst. We hadden daar een heel klein wachtzaaltje die eigenlijk de inkom van dat huis was. En op een bepaald moment, daar, ja, met 7, 8 man zat dat bomvol, zit daar in die wachtzaal een vrouw, iets wat oudere vrouw ook weer al, met een hondje op haar schoot. Ik vond het al eigenaardig dat hij met haar hond naar de consultatie kwam. Maar als ze dan na een heel lang wachten uiteindelijk dat haar beurt was en binnenkwam, zegt ze: meneer een dokter, het is voor ze poeten. Ze had zich dus vergist en ze moest aan de overkant bij veearts Vijs zijn. De laatste tijd hoor je heel vaak dat er een gebrek is aan artsen, maar eigenlijk zou je eerder moeten zeggen dat er gebrek is aan huisartsen. Klopt dat? Ja, dat klopt volledig. En eigenlijk geldt dat over gans Vlaanderen. Maar bij ons hier is het nu, de laatste 2 jaar, heel kritiek geworden. Heel kritiek door het feit dat op die 2 jaar tijd er niet minder dan 7 huisartsen weggevallen zijn. Dus op een totaal van, laten we zeggen, 223. Dus dat betekent dat 1/3 van de effectieven gestopt is. En ja, dat laat zich voelen. Dat laat zich voelen in de zin dat de praktijken die overblijven eigenlijk niet capabel zijn om alles op te vangen. Ja. En wat kan eraan gebeuren? De organisatie in groepspraktijken is, al, is natuurlijk al een grote stap vooruit. Daar was in het begin nogal wat weerstand tegen, zowel van de patiënten als omdat die ja, gewoon waren aan hun dokter die dag en nacht beschikbaar was. Dat is gedaan, dat is anders nu. Maar globaal gezien is de werking van zo'n groepspraktijk toch wel beter. Hè? Kwalitatief, verdeling van de taken, verdeling van de administratieve dingen. De reden waarom dat er te weinig huisartsen zijn, ja, dat is denk ik tweerlei. Enerzijds is geneeskunde in het algemeen zeer technisch geworden. Alleen de bepaalde specialiteiten. En ik denk dat dat vooral de mannelijke kandidaten aanspreekt, dat ze zich meer geroepen voelen tot die technische zaken, invasieve cardiologie, gastroenterologie en noem maar op. Maar er is een andere reden die verder teruggaat en dat is de reden dat ik gezegd heb dat na 2000 er een aantal veranderingen geweest zijn. Voor 2000 is daar dus niks gebeurd en voor 2000 is huisartsgeneeskunde altijd stiefmoederlijk behandeld geweest. De oorzaak daarvan, dat ligt in de syndicale vertegenwoordiging. Na de artsenstaking, ik denk dat dat 56 was, ja, waar zijn er 2 syndicaten aan de bak gekomen. Het syndicaat Wijnen zijn de voornamelijk specialisten en dan nog eens voornamelijk Brusselse specialisten. En de strekking de Brabander, meer een gemengd syndicaat, huisdokterspecialisten. Nu is het zo dat er al die tijd geen, dus van 56 tot 2001, ik ken de juiste datum niet meer, geen syndicale verkiezingen geweest zijn. Die verdeelsleutel van 9 zetels voor Wijnen, 3 voor de Brabander, is al die tijd gehanteerd gebleven. Dat heeft uiteindelijk tot zeer grote onvrede bij de huisdokters geleid, waarbij dat in 2000 of 2001 in Gent een grote staten-generaal van de huisartsen georganiseerd geweest is. Dat was in het congrespaleis aan het zuid. Gans dat paleis zat bom, bom, vol. Alle zalen met schermen en zo. Dus een enorm gunstig, alleen een enorme respons. Volgende daarop is er in Brussel een betoging geweest. En uiteindelijk
ook zeer succesvol geweest. Dus dat was onder het ministerschap van Frank van den Broeke. Dat uiteindelijk heeft geleid tot twee zaken. Er was één op die betoging dan, een financiële eis 2030. Dat wil zeggen dat, net zoals een paar jaar verdienen in Frankrijk gebeurd was, de erelonen, weliswaar over een periode van 3 jaar, opgetrokken werden tot 20 euro voor een consultatie en 30 voor een huisbezoek. Ze lagen voordien veel lager. Hè? Dat is één. Maar twee, ook de oprichting van een specifiek huisartsensyndicaat, het VHS, en de eis tot inrichting van syndicale verkiezingen. En op al die eisen is men in de loop van de jaren niet onmiddellijk toch ingegaan. En vanaf dat moment is er toch wel een kering gekomen in de vertegenwoordiging van de huisartsen op syndicaal gebied en dus ook in de vertegenwoordiging van de medico-mutualistische commissie, waar het uiteindelijk jaar per jaar beslist wordt, de verdeelsleutels. En sindsdien is dat dus veel veranderd. En al de veranderingen die ik daarnet straks opgenoemd heb, zijn eigenlijk een voortvloeisel van dat toch wel belangrijk momentum. En de oprichting van wachtposten zou ook een oplossing bieden in de toekomst? Dat is waarschijnlijk een oplossing naar de verdere toekomst toe. Er is een kentering in, schijnt in de instroom van de huisartsen, maar dat is maar heel die verbetert, dankzij al de verbeteringen die er geweest zijn dit jaar. Maar dat gaat maar langzaam. Hè. Die verbeteringen dringen maar langzaam door. Dus dat gaat nog een paar jaar duren, nee, dat die mensen daadwerkelijk op de arbeidsmarkt komen, als ik het zo mag uitdrukken. En globaal gezien denk ik dat het de organisatie van die wachtposten uiteindelijk toch een goede zaak zal blijken te zijn. Alhoewel dat voor de oudere dokters een hele inspanning zal zijn om zich daaraan en aan die mentaliteit aan te passen. Ja, we komen op de vraag van jonge huisartsen die zich nu vestigen. Goudraad is duur. En niet altijd welkom, maar toch hebt u een aantal tips, wenken voor die mensen? Ik moet terugkomen op wat ik dat daarnet gezegd heb. Hè. Organiseer je een groepspraktijk met zeer goede afspraken, dat is één. En ten tweede, op individueel vlak naar uw patiënten toe, zijt altijd eerlijk, zijt open. Dat duurt op termijn het langst. En ik zou zeggen, doe niet met een patiënt, want dan gaan u zelf niet zout graag hebben dat ze doen. Er is ooit een farmaceutische firma geweest die als lijfspreuk had, primum nihil nocere. We gaan in de eerste instantie niks beschadigen. We gaan verzorgen, maar we gaan zorgen dat we geen kwaad doen ook. Hè? Ja. Ja. Bedankt. U bent bedankt. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.